like a bell cut. Het is binnen van het Wenza Exclusive. Binnen van het Wenza Exclusive autobedrijf. Dit is een Dodge Hellcat. Dodge SRT Hellcat. Hellcat. Het is gaaf. En hier is het Hellcat badge. En nog een Hellcat badge daar. Het is echt gaaf, hè? Ik ben blij dat dit Dodge Hellcat hier is. Ik geniet maar. Met die spoiler. Oranje kleur. Het lijkt alleen op een wilde muscle car. Muscle car, ja. Als ik het goed zeg. En dit is een Lincoln Navigator. Het is 120.000 euro. Vast heel veel vette bedrag. Ik bedoel heel erg mooi. En dit. Een beauty. Echte groene. Oh ja, motor. Ik weet niet welke merk dit is. Maar het is echt gaaf. Ja, met een Kawasaki Ninja. Oh, echt gaaf. Hier zijn gewone Amerikaanse auto's. Gewone Amerikaanse auto's. Dus ja, deze. Deze. Ja, dit is vast wel oud. Mooie Shelby. Mustang. Shelby Mustang. Dus ja, ik ben erg blij. Ja, dat ik hier ben. Ja, laat me. Kijk me gewoon naar deze Mustang. Gewone Amerikaanse Mustang. En daar is een Shelby geschreven. Een Shelby badge is ook daar. Is een echte. En daar is carbon fiber bijgewerkt. Ik weet niet, dit is een edition Shelby of iets anders. Daarom vraag ik het. Ja, nog een badge. Daar, echt mooi. Ik had de hele auto laten zien met een supercharger. Dus het heeft supercharger. Dus het is vast. Het heeft vast 600 pk. Kijk eens even, die supercharger. Ja, gewoon, alles is hier mooi. Ja, het is gewoon een Mustang. Een Cadillac. Die heb ik wel gezien in een van mijn video's. En dit ook. Dit is heel lang hier. Ah, maar dit niet. Dit is een nieuwe Camaro. Niet zo nieuw, maar het is wel nieuw. Maar dit is oud. Van 2005 of ik weet het niet. Ja, gewoon. Het is wel oud. Het is een KNN Edition. Chevrolet. En een gewone Chevrolet Camaro. Dat Chevrolet is een spelling fout. Dus Chevrolet is goed, maar niet Chevrolet. Je kan ze een edition Chevrolet Camaro. Het is goed interieur. Ja, met het beroemde Camaro strepen. En ja, dit was wel oud. Maar dit is een edition Chevrolet Camaro. Daar zijn ook Chevrolet Camaro's. Maar ik ga later iets echt moois, beters laten zien.
Dus ja. Maar ik ga vast alle Camaro's laten zien. Ik weet niet of jullie het mijn video leuk vinden. Zeg het maar in de comments. Schrijf het maar. Of je mijn video's leuk vindt of moet iets in mijn video's veranderen. Zeg maar in mijn video's. Ik denk dat mijn video's niet zo goed zijn. Ik weet niet wat jullie mening is. Dus schrijf het maar. Dus ik wil de twee echte muscle cars laten zien. En het is Camaro ZLE1. Dus een echte auto. Wilde echte auto. Wilde Amerikaanse auto. En daar is een ZL1 badge. Wow, het is echt mooier dan een gewone Chevrolet Camaro. En ja, je ziet hoe mooi het is. Als je het leuk vindt, moet echt hier komen. Een ZL1 interieur. Het is echt mooi met dat rode dingen. Mijn ZL1 badge is ook daar. Hier is een Shelby Mustang. Een Shelby GT350. Met gewone blauwe strepen. Het is gewoon gaaf. Hoe mooi het is. Hoe mooi. En dit is het achterkant. Ik ga het even hier. En daar is het badge van Shelby. Maar het heeft eigenlijk geen carbon fibers. Het maakt niet uit. Het interieur is ook echt vet. Echt, met GT350 stoelen is het echt gaaf. En met GT350 hier. En met de streepjes is het echt gaaf. Of bij een boomstek, ja dan. Bij mijn bad, bij mijn te zijn. Afspraak te zijn. En ik weet het niet. En dit is een Chevrolet Racing RS. Ik weet niet. Maar hier is het. RS. Heb je ooit van dit auto gehoord? Of gezien? Zeg het maar. Wie heeft deze auto gezien? In zijn leven. En ja, oranje dingen en chrome wielen. Nou ja, ik weet niet welke soort wielen dat zijn. Wat is dat? 50? Ik snap er niks. Wat is deze auto? Het is een edition. Van Chevrolet. Het is Polaris. Ja, hier is nog een andere Cadillac, maar ik ga het beter laten zien. Niet op trein zetten. Ik kan wel een auto, ik kan die jongen van mij vragen dat ik die auto breng. Jij brengt hem dan naar Nederland terug. Ja, het interieur lijkt als een vliegtuig. Een vliegtuig die... Ja, het lijkt gewoon niet op een auto.
wat ik kan zeggen is dat. Dit is een Harley Davidson. Nu ga ik naar boven. Dus geniet van deze M6. De mooiste BMW. Ja, het is M5. Waarom zeg ik M5? Ik bedoel M6. Daar is een M3. Dus dat ga ik ook even laten zien. Een Green Beast. Eigenlijk is het een Green Beast. Hoe gaaf deze is. Gewoon, het is de gaafste kleur voor een BMW. Het is mijn mening hoor. M3. De beest van de BMW. Eigenlijk is BMW M6 de beest van BMW. Maar nu is het M8, de beest. 680 pk. Maar dit is eigenlijk 300 pk. Dit heeft 300 pk. Je hoort, het is BMW M4. Dit is het Saab Paradise. Ik wil jullie een informatie geven. Saab werd, toen hij bijna failliet ging, kocht GM deze merk. Dan wilde Saab zelfstandig worden. Dus, toen hij zelfstandig wilde worden, maar toen ging hij bijna failliet, maar Spyker had het gekocht. Dan ging het echt failliet toen Spyker deze auto kocht. Dat hebben de Top Gear, ja, ik bedoel Jeremy Clarkson heeft dat gezegd. Nee, James May in Top Gear. Maar hij ging echt, hij ging failliet. Dat vind ik niet leuk. Kijk maar naar deze kleur. En naar deze kleur. Ik bedoel, alle subs zijn mooi. Wat zeggen jullie? Is Saab een goede auto? Of is het een slechte auto? Ik zeg, Saab is een goede auto. Dus wat is jullie mening? Ik ga even de kant laten zien. En dit is nog het oude Saab. Toen hij echt, toen gingen heel veel mensen de Saab kopen. Dus dit is het oudste. En dit is een Toyota die niet in Nederland voorkomt, maar hij heeft het kent. De achterkanten van de Saab zijn echt hetzelfde. Dus, ja, maar dit SUV lijkt niet op andere Saabs. Maar laat maar. Dan ga ik het video afsluiten. Kijk eens aan. Kijk eens even aan. Naar deze Porsche. Welke auto is jullie favoriet? Hier. Ja. Dit was mijn leuke video.